aflevering van het DFS team. Dit is bij Karfzonde. Derde jaar rij. Derde jaar rij. 15 jaar. Het is 2019 en we gaan ervoor. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Oké, het jaar is terugkerende fenomeen. Daniel Tiedink tegen Michel Piard. Vorig jaar, of twee jaar geleden. Nee, was vorig jaar. Nee, vorig jaar. En zeg maar, dan heb ik, toen had ik verloren, het was dit natuurlijk. Maar nu is het dus een rematch. En ik weet dat er geen schijn van kans maakt, ik denk wel vast in. Maar jij was een beetje ziek dus, hè, afgelopen tijd. Ik heb een zware nacht gehad en ik had een schouder van zuur. Dus let's get up, skater! We zijn hier op de Nest set en ik ga even laten zien wat hier allemaal te doen is. Hier hebben we de burlies, Scopex Squid, hier hebben we de Snatches, alles 20% korting. Zeker, zeker. En dan lopen we verder. Dit is wel wat voor ons, echt een party tent. Dikke party tent hoor. Ja, dat is goed. Dat is goed, hè. Hier natuurlijk de beetmelders, de beste beetmelders die er zijn. De R3. R3. Prachtig dingetjes, heb ze ook net aangeschaft. Ja, heb ze ook, hè? Alleen ja, is bij jou nog niet zo vaak gepipt. Nee, zeker niet. En dan gaan we verder. Ja, en tackle. Uiteraard heel veel het deskundige uitleg. Ik vind het helemaal mooi. Zelfs die darters die komen hier, Peter Wright. Peter Wright. Hey, ah, wij zijn natuurlijk voor Mike van Gerre ook Diet Carp Visit. Ja. En deze gozer die denkt, al in particles daar gebeurt. Dames en heren, goed dat jullie weer kijken. We hebben een voorvalletje gehad, vorige beurs. En we hebben een jongen ontmoet, echt een super, super knappe jongen. En die kan zo goed dames fixen. Dames en heren, hier is hij dan. Tindertimo! Is mis, doe je is naam mis. Eer! Wat is aan de hand, jongen? Ja, wat is aan de hand? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon, ja, hoe zeg je dat? Het is een lege eiland, om het zomaar even te noemen. En er zitten geen koeien in waar we kwijt kunnen. Ja, je ziet geen bikinis meer. Ja, ja. Tijd van het jaar, ja. Dus, ja, jongens, neem hem mee. Fix er even heen. Ga je even. Zo, dat was, wat was dat? Wil je dat niet meer doen? Ik sta hier bij Racerusjes en ik zie een Childrig. En Ruben Pels, ik dacht eerst tegen Childrig. Heb ik geknoopt? Heb ik? Nee, nee, nee. Ik heb een kaartje. Ja, zo werkt dat. Je hoort opgericht. Hey, zo, hè? Hoppa. Die heeft tenminste niet gebankt vanavond. Netjes. Hey Daniel, die Engels zijn wat voor jou, man. Er zit ook geen top aan. Vertel er nog eens even wat over. Hetzelfde scope, maar hij is iets goedkoper. Hij is voor de jeugdprofessor goed te betalen. Het scope. Het ziet er gewoon mooi uit. Mooie scherpe ogen. Mooie topactie aan. Maar... Dat is een supersonisch steentje. Ja. Oh, check eens, iedereen kan meekijken vanaf buiten. Voor de children. Zo, wie het eerst is binnen. Zo erg. Nou, we staan hier met Jelmer van Twinkarp. Hallo, ik ben Jelmer van Twinkarp.nl. Ja. Volgens mij zie ik dubbel, hè? Goed, dames en heren, het is nu bijna het einde van de beurs. We gaan zo meteen. Begin van de avond. Begin van de avond. We gaan presteren vanavond. Jazeker, we gaan zo meteen naar Twinkarp.nl, die woont op kamers in Zwolle. Gaan we daar lekker uit eten met z'n allen, met z'n tweeënboer. En vanavond staan we heel Zwolle om veilig te maken. Zo, jawel, jawel, dames en heren. De dag is afgelopen. We gaan aan de pils. Daar heb je ze zitten. Ja, ja. Kijk eens even. Hey, zitten ze. De beurs is voorbij en nu gaan we lekker feestje vieren. Ja, toch? Jij nog even niet aan de alcohol, jij moet rijden. Helaas, helaas. Nooit rijden met alcohol, dames. Lekker, lekker. Jongens, het is tijd voor een lekkere pizza. Proost. Kijk, we zijn even een goede bodem aan het leggen, want vanavond gaan we los. Doe het jou! Ja, man! Ga voor gaan!
Nou jongens, het is 10:00 AM. Ik ga die jongens eens even wakker maken. Die ons vandaag weer zien. En wat was de tactiek voor vandaag? Ja, rondlopen, een beetje uitbrakken. Hopen dat we weer een kleurtje krijgen in het gezicht. Zo is dat. Is wel nodig. Is zeker nodig. Ja, we gaan het gewoon een mooie dag van maken weer. Sowieso. Ja, hij heeft weer een piano gevonden hoor. Ja, dat trekt veel bekijks. Ja. Lekker, oké. Oh, als Ed Stoop. Zo jongens, dag 2, we staan hier op de Sportfest in Nederland. Ook voor de jeugdige kijkers. We hebben hier een drill simulator als je weet. Ja, drill simulator. Je kan onderwijs knopen, maar je hebt ook de grote merken zoals Raptor. Zo. Nooit van gehoord. Nee. Maar ze staan er allemaal op de beurt. Ze staan er wel, BFP. Niemand die het kent. Of zoek je nog een nieuwe trend? Yes? Yeah. Nice. Hold your cup. Ik zie de samenwerking. Ja. Doe mij er ook maar heen. Mooie roerboot. Dit zijn toch wel rijkos. Zieke boot, ouwe. Oh shit. Fuck vet. Jongens, je kent natuurlijk een mooi treintje kopen van Social Carpus. Maar goed, je kan natuurlijk ook je geld uitgeven aan een mooie Daily Visiting trui. Kijk dan. Ja, dat zijn happy shine. Nieuwe petjes, nieuwe truien en t-shirts. Heb je ook aan. De prijs staat onder in de beschrijving. En bestel hem lekker voor het voorjaar van 2019. Let's go. Waarom kom je? Nou, je zou denken zo'n vis. Zeker wel een kilo, anderhalf kilo. Dat kost wel wat. Maar het blijkt maar 7,50 kost. Hè? Dat is toch heel leuk voor je vijf, hè? Ja, je hebt kleine schapenspuurtjes. Centimeter of 7 centimeter denk ik. En die zijn 3,50. Mooie prijs. Zo jongens, Wiets heeft een hele zware avond gehad, deze jongen. Hebben we er nog zin in? Dat was het dan. Dat was 2019. Dat was helemaal top. Helemaal gaaf. Abonneer voor meer. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot volgend jaar.